Welkom bij dit webcollege. Mijn naam is Nicole Fikke en ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Omgevingswet. In dit webcollege ga ik in op de aanwijzing van de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten in het BAL, het besluit activiteiten leefomgeving. Er is een verschil met de wijze waarop in het BAL vergunningplichten worden aangewezen wanneer we dat vergelijken met de huidige regels in het besluit omgevingsrecht. Het BOR, het besluit omgevingsrecht, wijst activiteiten aan waarvoor vergunningplichten gelden, dus wat dan in het BOR vergunningplichtige inrichtingen zijn. Voor die inrichtingen geldt dan voor de hele inrichting, het hele bedrijf, een vergunningplicht. Wanneer die milieubelastende activiteit onlosmakelijk samenhangt met een andere activiteit, dat wil dus zeggen in tijd niet te scheiden is, gelijktijdig plaatsvindt, dan moeten beide vergunningen gelijktijdig worden aangevraagd. Onder het BAL werkt dit anders. Het BAL wijst milieubelastende activiteiten aan in hoofdstuk 3. En bij die aanwijzing is ook specifiek aangegeven of er een vergunningplicht geldt en voor welk deel van de milieubelastende activiteit dan die vergunningplicht specifiek is aangewezen. Ten opzichte van de huidige situatie geldt in de meeste gevallen dat niet de hele voormalige inrichting vergunningplichtig is, maar dat meestal slechts een deel van de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is. Voor milieubelastende activiteiten waarmee de vergunningplicht is aangewezen vanwege Europese regels, namelijk de Seveso-richtlijn en de richtlijn industriële emissies, voor die situaties geldt wel voor de hele milieubelastende activiteit een vergunningplicht. En tot slot geldt ook dat als er sprake is van twee onlosmakelijk verbonden activiteiten, dat die vergunningplichten, die vergunningen, dan los of gelijktijdig mogen worden aangevraagd door de aanvrager. Laten we eens twee voorbeelden nemen om te kijken hoe dat zit met die vergunningplicht die geldt. Nemen als voorbeeld een scheepswerf. Voor de scheepswerf geldt nu in de huidige situatie voor de hele inrichting de vergunningplicht. Dus bijvoorbeeld ook voor de kantoren en de parkeerterreinen die functioneel samenhangen met de scheepswerf, die dus onderdeel uitmaken van de inrichting. Onder het BAL geldt die vergunningplicht alleen voor dat gedeelte waarin de reparatiewerkzaamheden of het bouwen van de schepen plaatsvindt, de scheepswerf zelf. Parkeerterrein en kantoren maken geen deel uit van de aangewezen vergunningplicht. Voor een bedrijf waarvan de vergunningplicht is aangewezen vanwege Europese regels, geldt wel voor het hele bedrijf een vergunningplicht. Neem bijvoorbeeld een olieraffinaderij. Die blijft, net als nu, in zijn geheel vergunningplichtig. Wie is nu degene die de voorschriften van de vergunning moet naleven? Wie is de normadressaat van de vergunning? Dat is geregeld in artikel 537 van de Omgevingswet. Eigenlijk sluit die regeling in artikel 537 aan bij de huidige regeling in de WABO. Namelijk de vergunning en de naleving van de voorschriften geldt voor degene die de activiteit verricht. Die persoon is vergunninghouder en die moet ook zorgen voor de naleving van de vergunningvoorschriften. Soms zijn er meerdere vergunninghouders. Dat kan. Er kunnen één of meerdere vergunninghouders zijn. In dat geval is de hoofdlijn dat de vergunning en de naleving daarvan voor alle vergunninghouders geldt. Niet in alle gevallen is dat even handig. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie waarin er binnen een milieubelastende activiteit bepaalde activiteiten door een afzonderlijke exploitant worden verricht. Ik denk bijvoorbeeld aan een olieraffinaderij waarbij
De energieopwekking wordt gedaan door een apart bedrijf. Vergunninghouders kunnen dan aanvragen dat een bepaald deel van de vergunning dan specifiek alleen geldt voor die exploitant. Er kan dus afbakening van de verantwoordelijkheden plaatsvinden in de vergunning. Dat kan alleen op aanvraag en het is aan het bevoegd gezag om te besluiten of die dat verzoek om verantwoordelijkheden af te bakenen honoreert. Die mogelijkheid om die verantwoordelijkheden af te bakenen is nieuw ten opzichte van het huidige recht. En tot slot geldt er ook een informatieplicht wanneer de vergunning wordt opgevolgd, of wanneer eigenlijk de vergunninghouder wordt opgevolgd door iemand anders. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf wordt verkocht. Zo weet het bevoegd gezag dat er een nieuwe vergunninghouder is. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de helpdesk Omgevingswet. En ook kunt u informatie vinden op de website www.aandeslagmetdeomgevingswet. Bedankt voor het kijken.